Papillot, een project, is in 2016 begonnen met het doel een enorme collectie van ongeveer 500.000 vlinders in papieren zakjes, de zogenaamde papillotten, te ontsluiten voor de wetenschap. Deze vlinders die zijn eigenlijk verborgen en die zitten dus in dozen opgeslagen sinds de jaren 30, 50. En wat we hier doen is dus het ontsluiten, dus het registreren van alle gegevens, zodat ze straks voor alle wetenschappers over de hele wereld beschikbaar zijn. Het project gebeurt hier in Life Science voor ogen van het publiek, om aan het publiek zichtbaar te maken wat zeg maar, achter de schermen in Naturalis gebeurt. We hebben dus ongeveer 500.000 exemplaren en die komen dus uit verschillende collecties. Maar er is één onderzoek, één verzamelaar, dat was van Groenendaal. Dat was een Nederlandse arts die samen met zijn vrouw in de voormalige Nederlandse Indië circa 200.000 exemplaren heeft verzameld. En ze hebben ook met behulp van de lokale bevolking vlinders geruild en gekocht en verzameld. En deze enorme collectie zijn we nu aan het ontsluiten in Naturalis. En het project is eigenlijk door de Stichting van Groenendaal Krijgen voor 40% gefinancierd. En dat is een stichting die opgezet werd door Van Groenendaal zelf en zijn vrouw. Met het doel zijn eigen collectie te ontsluiten voor de wetenschap.